Ik heb zelf in ieder geval een aantal keer geprobeerd nu inderdaad in de stad gewoon eens te kijken van wat gebeurt er nu als je die toevoegt. Maar dan krijg ik heel veel hele kleine watersheds. Ja, dat heb je waarschijnlijk op basis van het hoogtemodel ook gedaan. Ja, dus er zitten namelijk wat instellingen aan vast. Alleen ik weet niet precies welke instellingen je nu het meest gunstig kunt gebruiken. Ja, wat ik nu heb gedaan is dus niet de Digital Service Model, maar Ja. de Water Flow Direction van mijn wateroverlay. Ja. En dan heb ik dus die gemiddelde richting van die wateroverlay, neem ik dan. En dan kun je ook nog een timeframe aangeven. Nou, dan moet je niet helemaal in het begin gaan zitten, want dan moet je even stabiliseren, dus iets verder in de berekening. En dan vervolgens heb ik bij de discharge area, dus dat is waar het uiteindelijk naartoe stroomt, wederom dus niet die hoogte, heb ik dan gedaan. Water terrains, dan pakt hij de watergangen. Maar je kunt dus ook een discharge area specificeren. En dat doe je dan dus op basis van een area.